Dit is Stef. Hij heeft een chronische ziekte en ziet daarom veel verschillende dokters en hulpverleners. Elke dokter of hulpverlener heeft een eigen en dus onvolledig dossier over Stef. Stef weet zelf niet wat er in de dossiers over hem staat en hij moet daarom vaak zijn hele verhaal opnieuw vertellen. Dat kan en moet anders, vindt Patiëntenfederatie NPCF. In een persoonlijk gezondheidsdossier verzamelt Stef alle gegevens die nu versnipperd bij de verschillende dokters staan. Hij heeft zo een volledig overzicht van zijn dossier. Het persoonlijk gezondheidsdossier is van Stef. Stef bepaalt zelf welke informatie hij aan welke dokter en hulpverlener geeft. Hij kan ook zelf informatie toevoegen die hij belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld een dagboek van zijn klachten. Omdat Stef zijn dokters de complete en laatste informatie geeft uit zijn dossier, heeft elke dokter die Stef behandelt dezelfde volledige en actuele gegevens. Dus hoeft Stef niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Zo maakt Stef samen met zijn dokters de zorg beter. Patiëntenfederatie NPCF wil voor iedereen een persoonlijk gezondheidsdossier. Ja, het gezondheidsdossier kan best wel heel groot worden. Wat ons betreft kan het beginnen bij de geboorte. En als een baby wordt geboren, die krijgt inentingen, er wordt allerlei dingen gemeten over of die goed groeit. Nou, daar zou het kunnen beginnen. Tot en met de ziektes die je doormaakt, kinderziektes, maar het kan natuurlijk voorkomen dat je een chronische ziekte krijgt. Dat is één deel, dus eigenlijk je medische historie. Nou, en hoe ouder je wordt, hoe groter dat wordt. Een tweede is dat er allerlei slimme apps zijn waar je gegevens over jezelf mee kunt meten. Bijvoorbeeld hoe gezond ben ik, je kunt je gewicht bijhouden, je kunt bijhouden hoeveel je nou sport. Dat zijn allemaal slimme apparaatjes en apps die gegevens zouden kunnen toevoegen aan een persoonlijk gezondheidsdossier. Dus al met al kan het echt wel groot worden. Iedere Nederlander een eigen gezondheidsdossier. Dat is het ideaal van de Nederlandse Patiënt- en Consumentenfederatie, de NPCF. Een dossier waarover jij zelf de baas bent en waarin alle gezondheidsinformatie tijdens je hele leven samenkomt. Ook die van de psyche, als dat nodig is. In een persoonlijk gezondheidsdossier kun je ook informatie stoppen over hoe je je voelt, over je psychische gesteldheid. Dat is natuurlijk gewoon een onderdeel van je gezondheid en van wie je bent. Alleen jij kunt als gebruiker of beheerder van dat persoonlijk gezondheidsdossier natuurlijk bepalen of je dat erin wil hebben, ja of nee. En als je dat er al in hebt gestopt, of je dat dan ook nog weer wil delen met iemand. Dus daar ga je helemaal zelf over. Maar het zou onlogisch zijn om wel de lichamelijke klachten en niet de psychische klachten bijvoorbeeld daarin op te nemen. Omdat dat gewoon een essentieel onderdeel is van wie je bent. Het PGD, het persoonlijk gezondheidsdossier, bestaat nog niet. Het is vooralsnog een idee. Hoe gaat het nu verder? Nou, wij hebben deze visie nu geschreven. En een visie is mooi, maar dat is een boekje of een PDF. Die kunnen mensen lezen en in de kast zetten en dan gaat de wereld weer door. Wij hebben zoiets van, wij moeten nu ook actie ondernemen om deze visie werkelijkheid te laten worden. Wij zijn met een heleboel partijen in gesprek om te kijken of we kunnen komen naar een goede manier om het persoonlijk gezondheidsdossier in Nederland in te gaan voeren. En dan kijken we naar initiatieven die nu al bezig zijn. Die willen we betrekken. En we gaan kijken naar nieuwe initiatieven. En dat doen we allemaal omdat we vinden dat de patiënten moeten bepalen hoe dat persoonlijk gezondheidsdossier eruit moet gaan zien in de toekomst. En daar gaan wij ons de komende tijd heel erg hard voor inzetten.